Hey yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Let's Play Assassin's Creed Origins. Waar we weer lekker verder gaan met ons avontuur. We moeten hier eerst nog een aantal vraagtekens doen. Tenminste, we moeten eigenlijk helemaal niks, hè, behalve dan poepen. Maar ja, dat gaan we nu op dit moment ook niet doen, want we gaan lekker Assassin's Creed Origins spelen. Bandits. How dare they come to this sacred place? Oh, deze kill die is veel te hoog level zeker, of niet? Niet dat we hem veel schade doen, maar dat weet ik natuurlijk ook niet zeker. You must have some talent somewhere. Eat this. Hem kunnen we gewoon nog lang niet aan, of wel? Zo lijkt het in ieder geval niet dat we hem al bijna aan kunnen. Dat is helemaal niet normaal dit, of wel? Waarom is hij zo sterk? Dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Foolish man. Hij killt ons ook gewoon bijna in één keer. Dat is echt niet normaal. Hij rent ook gewoon weg. Hij is gewoon net. Ik denk dat we dit helemaal nog niet aan kunnen. Wat is dit voor raar iets? Oh my gosh. Nou, deze ga ik niet nog een keer proberen, want dit... Het is wel heel erg hoog level blijkbaar. Die kunnen we nog niet aan. Nou, dan moeten we hier maar even heen lopen. Kijken of we hier wel aan kunnen. Als we het hier ook niet aan kunnen, dan gaan we gewoon het laatste stukje van het verhaal doen. Tenminste, het laatste stukje van de intro van het verhaal. Tenminste, ik denk dat we dan wel bij de intro. Want dan gaan we weer iemand vermoorden die ook best wel heel erg belangrijk is in het spel. Tenminste, zo lijkt het dan. En ondertussen moeten we wel proberen om zoveel mogelijk van die dieren te vermoorden. Die schijnen nogal belangrijk te wezen. Want hoe meer van die dieren wij killen, hoe makkelijker het straks weer voor ons wordt. Want dan hebben we, dat hebben we gewoon allemaal nodig. We hebben namelijk zacht leer nodig en hard leer nodig. En paars leer en groen leer. En dan maken we allemaal geen reet uit wat voor leer. We gaan het gewoon allemaal nodig hebben, weet je. En als we dat allemaal nodig hebben, dan, ja, dan moeten we dat ook allemaal maar gaan verzamelen, vind ik. Ik vind dat we dat gewoon moeten doen. En het kan ook allemaal makkelijk, dus dan maakt het het nog een stukje logischer om het gewoon simpelweg te doen. Oh, daar zie ik allemaal hyena's. Deze zijn helemaal makkelijk om te killen. Deze zijn level 1 en level 2. Nou, dat stelt helemaal toch geen reet voor. Jongens, jullie stellen toch helemaal geen reet voor. Alleen moet er wel even eentje dood, want als er eentje dood gaat, dan maakt dat gewoon het leven weer een stuk makkelijker. Hè? Ze zijn wel met veel, dat maakt het wel lastig eigenlijk. Hè? Een soort van lastig maakt dat het. Aan de andere kant vind ik het ook wel wat meevallen. Kijk, ze doen gewoon, ah my gosh, we are fucking strong, we ain't shit for me. Want op het laatst zijn ze toch allemaal als soort van helemaal afgeslacht. Zoals nu. Nou ja, dan stelt het toch echt werkelijk wel helemaal geen ene ruk meer voor. Dan hebben we hier nog zo'n dingetje. En ik snap niet waarom hier zulke hoge level lui staan. Maar goed, dat kan blijkbaar dus gewoon. Op een of andere vage manier. En ik weet ook niet wat de reden daartoe is. Dus ja, daar kunnen we ons wel druk om maken. Maar we kunnen net zo goed dat dit andere vraagtekentje doen. En misschien komt het wel omdat we op Nachtmerrie spelen. Maar dan komen we hier nog wel een keer terug. Als we de behoefte hebben om dat dingetje te doen. Of we moeten even kijken bij, met ons Eagle. Met Senu. Om te kijken of we daar dan de opdracht kunnen halen. Maar ik denk niet dat we dat hoeven te doen. Zeg maar dat het echt per se moet. But you don't know, and I don't know. Dus ja, dat zijn van die dingen, daar komen we vanzelf wel achter. We moeten eerst weer eventjes 180 meter lopen om bij dat dingetje te komen. Het is best wel ver eigenlijk, hoe ver we moeten lopen. Het is eigenlijk asociaal. It's asociaal. Een steenbok kudde. Oké. Dood het dier. Dat ging wel heel makkelijk eigenlijk, hè? Plunder. Nu werd ook doodgemaakt. Nu werd ook doodgemaakt.
Deze twee die gaan er natuurlijk ook gewoon simpel weer aan, want dat ze helemaal geen ruk voorstellen. Alleen ze denken dat ze heel stuur zijn en sterk en bla bla bla, maar dat zijn ze dus gewoon totaal niet, hè, bitches, motherfuckers. Nou, dan looten we al die shizzle weer. Nou is eigenlijk het enige dingetje wat we hier nog hebben is deze, maar die schijnt dus heel moeilijk te zijn. Maar misschien kunnen we die wel gewoon op een slimme manier halen, ik weet het niet. Maar dat zal vast mogelijk kunnen wezen, potentieel. Ja, potentieel zie ik daar natuurlijk ook gewoon alle mogelijkheden voor. Deze moeten we ook even plunderen. We hebben weer drie zacht leer erbij, hè. En als we nu naar inventory gaan, hè, naar uitrustingen. Dan kunnen we deze upgraden en dat moeten we natuurlijk ook gewoon doen, want ja, daar zijn we net weer even iets beter. En nu hebben we andere materialen nodig die we nog niet hebben. Tenminste, dat staat er dat we dat nodig hebben. Oh, hier krijgen we ook gewoon zacht leer voor, maar we hebben hard leer nodig of iets in de richting daarvan. Ik weet niet meer precies, maar iets in de richting van leer hebben we nodig en hout. Maar ik weet niet hoe ik aan hout kom, dat is best wel vaag eigenlijk. Misschien via een houthakker, maar die zijn we nog niet tegengekomen, dus dat kan op dit moment gewoon nog eventjes niet. Nee, dat kan op dit moment niet, als we niet weten waar een houthakker is, dan kunnen we dat niet doen. Maar we hebben al wel wat hout verzameld, dus misschien kunnen we daar wel op een alternatieve manier aankomen. Maar ja, dan is de vraag weer hoe dan. En op wat voor manier dan? Maar ik denk dat dat wel goed komt. Het zal allemaal niet zo heel erg spannend zijn. Eerst maar eens moeten kijken. Dat is hoe we hier naar beneden moeten komen. Dat is ook niet zo moeilijk eigenlijk, hè? Oké, nu weten we in ieder geval waar dat ding ligt. Nu kunnen we dus eigenlijk gewoon proberen om daar naartoe te sneaken. Want misschien dat we het op die manier wel kunnen halen. Als dat lukt, zou dat alleen maar geniaal zijn. Maar aan de andere kant denk ik wel dat het moeilijker wordt. Ja, ik denk dat dit wel lastig wordt om hier langs te glippen. Aan de andere kant zie ik dat het wel meevalt. Blunder. En we nou op M drukken, dan kunnen we zo in één keer hier weer heen. Snel rijden. Oh, ja, dat ken ook nog. Nou, dan zijn we helemaal makkelijk af. Want ik denk dat we nu toch weer terug de stad in moeten. Alhoewel had ik misschien eerst even moeten kijken waar we precies moesten zijn. Voor de missie, want dan kunnen we daar gewoon meteen in één keer heen klikken. En dat is toch net even ietsjes makkelijker. Van modder naar bakstenen, ja jongen, dat maakt me eigenlijk ook niet zo heel veel uit. We hebben in ieder geval een punt in Halma erbij. Weer 150 XP. En als we nu dan weer op I drukken, gaan we naar doelen. En dan gaan we naar, nee wacht, gaan we naar missies? We gaan naar missies. En dan moeten we die doen, want dit is wat we nu sowieso moeten gaan doen. Hier kunnen we ook nog weer iets doen met onze uitrusting of zo, denk ik. Als ik het goed begrijp. Oh, we hebben nog vet veel uitrusting, maar dat maakt niet uit. Nee, op zich boeit me dat niet zo heel denderend veel. En in de vaardigheden hebben we nog één punt over. Dat levert extra XP op. Nou, dat vind ik ook wel heel interessant, hè. Extra XP is altijd goed. Oh, kijk, dus we hebben wel een redelijk juist punt uitgekozen om waar te beginnen. Met maar 100, 150 meter lopen, dat stelt ook geen reet voor. Make yourselves useful. Dat stelt in principe ook geen reet voor, inderdaad. This area is off limits. Of course, my lord. I require absolute silence when I work. Dit is nog wel een dingetje, want nu zitten we natuurlijk op kaart hier in een probleem, hè? Oh man. Dat vervelende vent.
ik dadelijk die hele groep achter me aanzet, of niet? Come, bitches, we wanna kill you all. Nou, kom maar erbij dan. Ik vind het wel gezellig eigenlijk. Oh, dit ging niet helemaal goed. Nu werd het net even iets te veel van het groeien, maar ik wou net even mijn, hoe noem je dat? Mijn hoofdschot XP uitzoeken. Of tenminste even kijken hoe super vet dat is, maar het ging niet helemaal goed. Misschien moeten we ons andere wapen even pakken. En dat is misschien wel een goed idee. Weet ik niet 100% zeker, maar we hadden nog een wapen. Daar kregen we er weer levens bij. Nou, dat kan best wel heel erg episch en ook best wel heel erg makkelijk zijn. Make yourselves useful. Thank you, God. Oké, daar krijgen we dus hoofdschot XP voor. Oh wacht, zijn maat gaat er niet eens door. Dat is wel heel vaag eigenlijk, dat hij dat niet zag. Maar ja, ik vind het allemaal wel prima, want hoe makkelijker het voor ons wordt. Wat dat betreft zal het allemaal mijn rotzooi wezen. Maar ik vond dat vecht eigenlijk wel heel erg leuk. Dus aan de ene kant heb ik zoiets van, dat moeten we gewoon nog eens proberen. En aan de andere kant heb ik ook weer zoiets van, nou, liever niet te veel, want het wordt er alleen maar moeilijker op. Oh shit, nu hebben we het toch alweer gezien. Zo krijgen we er gewoon weer levens bij. Haha, bitch, motherfucker. Alleen we slaan wel een stuk minder snel, dus dat is minder efficiënt natuurlijk. Hangt er net vanaf wat het voordeel is en het nadeel. Niet dat hier meer nadelen aan zitten, om heel eerlijk te zijn. Dat gaan we helemaal. Dit is wel echt spannend hoor, dit is ook gewoon lastig. Want je wil niet dood. Oh, ik ben alweer dood. Oh my gosh. Oh, waarom spelen we ook weer op een nachtmerrie? Want dit is echt een slecht idee. Want nu gaan we de hele tijd dus dood. Omdat dat gewoon best wel heel erg lastig lijkt te zijn, blijkbaar. Maar we krijgen wel elke keer net weer een klein beetje XP. Ook al is het echt heel erg weinig. Maar ja, ik heb liever dat hele kleine beetje meer XP dan dat het possible to do is. Maar dit gaat ook weer lekker hoor. Tuurlijk, gaat hij maar weer wegrennen. Nou, dan klimmen we hier wel omhoog. Want dan ga ik wel op een andere manier binnenkomen hoor. Ik kom toch wel binnen. Hey, ja, maar weet. Get me out of here. Ik kom toch wel binnen, bitch. I don't care how to get in, but I wanna get in. For sure. Dit is ook wel weer jammer hoor. Dat is wel weer heel erg jammer. Nu komen ook nog allemaal kamelen en zo. Tjonge joh. Nog meer hulp voor ze. Ook meer XP voor mij natuurlijk hè. Ja, gaat eraan jongens. Dit pikken we niet hoor. Ik wil nou van jou pikken dan of niet? Lul.
Wat een klootzak. Vet met in één keer geroepen. Hey, George. Oké, dit moeten we wel echt even iets slimmer aanpakken. Maar nu heb ik gewoon 2 keer of 3 keer achter elkaar geluk gehad. En de eerste keer maakte ik gewoon echt een... Of ongeluk gehad. En de eerste keer maakte ik gewoon echt een hele slechte keuze. En we hebben weer een vaardigheid erbij. Dus daar kunnen we wel weer gebruik van maken. Maar aan de andere kant... I don't know. Dat kan wel heel makkelijk zijn. Kijk, ik vind jagen vind ik wel heel vet. Maar zienen vind ik ook wel heel vet. Maar ik denk dat deze eigenlijk wel heel bruut is, druk. Maar aan de andere kant... Moet ik er gewoon even over nadenken. Ik denk dat ik er nog even over na moet denken waar ik mijn punt in ga zetten. Maar ik heb in ieder geval weer wat levens erbij. En we doen iets meer schade. Maar ik zou zeggen dat we daar wel heel vrolijk van zouden moeten worden. Het scheelt in ieder geval dat we weer net even deze twee lui minder hoeven te killen. I should be cautious around here. Ja, dat vind ik een heel slimme opmerking van je. Eigenlijk. Toch wel, ja. Je moet die! Maar die gaat er ook aan, hoor. Nou, weer niemand het gezien? Oh jawel, nu gaan ze allemaal zoeken. Deze kill is level 2. Oh, die zag me al. Dan is het niet heel erg efficiënt natuurlijk als ze me al zien. Hey jongens, jullie hoeven best wel tegen jullie knokken, maar niet met al die pijlen erbij. Want die pijlenboogschutters zijn echt fucking irritant voor mij. Maar we grinden wel wat door zo op deze manier. Jezus zeg, wat is dit toch koppijn? Ik krijg hier gewoon koppijn van al die lui die hier rondlopen. Wat een lui! En allemaal level 4 en ze zijn allemaal tering sterk ook gewoon. En met veel te veel. En dat betekent dat we gewoon goed moeten oefenen in onze combat, want anders komt het niet goed. Er zijn ook allemaal level 2 luis en die kennen we niet eens aan. Nou, een level 1'tje, nou die killen we in één klap natuurlijk niet eens. Godsamme, alweer niet. Wat is dit moeilijk? Hoe kan dit allemaal zo moeilijk zijn? Jezus Christus zeg. En dit is een level 5 missie, hè? Dat kan ik niet eens halen. Ik moet via een andere kant binnenkomen. Ik denk dat dat de truc moet zijn, want anders dan word ik helemaal chagrijnig, hoor. Als we dit niet kunnen halen, dan word ik echt chagrijnig. Dan denk ik van ja, ze hebben vet te hoge level geworden hiervoor. En dan is het van, nou dit gaat het niet worden hoor, dit lukt niet. Dacht het wel. Sowieso dat dit moet lukken. Kom op, bitch ass motherfuckers. Laat die boog maar, want ik heb al een beter wapen. Bayek, what are you doing here? Kut. Dat was niet mijn bedoeling. Oké, dit lukt ook gewoon. Dan ben je wel echt een loser, hoor. Bayek, what are you doing here?
Ik kom jou bevrijden. Wat denk jij daarvan? Vind je dat ook chill of vind je dat helemaal niet chill? Al die kisten zo hebben we natuurlijk al gewoon gepakt. You hide here until it is safe to leave. Nieuwe gevangenen bevrijden, oké. Okay. Maar dit zijn er ook nog wel heel wat natuurlijk, hè. 1, 2, 3, 4 en nummer 5 hebben we al. Nou, dan moeten we die quest eerst maar weer gaan proberen te halen. En ondertussen gewoon zoveel mogelijk lui killen. Want als dat lukt, is het gewoon iedereen die dood is, daar kun je al geen last meer van hebben natuurlijk. Neem ik aan. Ik denk dat je geen last meer van een dood iemand kan hebben. Misschien kan dat in dit spel wel, maar I'm not sure though. Waar gaat hij heen? You cannot lock us up like this. Wat is dit lastig eigenlijk, zeg? Ik vind wel dat we veel moeten nadenken over de stappen die we zetten. Nou, die denkt ook, hey, ik hoorde wat. Ik hoorde wat. Ik weet zeker dat ik wat hoorde. Wat is dit vreemd dat ik wat hoorde, maar ik hoorde in één keer wat. En nu ga ik. Oh nee, nu word ik in één keer vermoord. Jongen, jongen, wat vervelend voor hem. Ik zou helemaal gaan kijken. Maar dat komt ook wel goed. Want die is ook dood. Kijk, dat bedoel ik dus met het gaat wel goed. Dan gaan we deze twee mensen ook maar even bevrijden. Want... Is dat echt jou? Stay calm. I will get you out of there. Thank the gods. We must stop this madness. Hide here until you can get out without being seen. Ja. Want. Dat schijnt nog wel moeilijk te zijn hier, want het is hier wel vrij goed bewaakt. Vind ik. Ja, maar als ik daar last van heb, dan moeten hun daar sowieso last van hebben. Want anders slaat het natuurlijk helemaal nergens op. Ik denk, nou, we gaan vet veel doen deze aflevering. Maar dat valt me wel flink tegen, want we zijn al meer dan 20 minuten bezig. En we hebben nog helemaal geen kut gedaan eigenlijk. Ja, een paar van die domme vraagtekentjes hebben gedaan. Nou, we daar gelukkig van worden. Hang on. Kut, dus hebben we ook nog gezien ook. Heel snel gebeuren hoor, want anders dan. Ik zie dadelijk meerdere lui op, daar heb ik juist niet zo heel veel behoefte aan. Kijk, die komt eraan, want die hoorde het geluid. Maar die kunnen we gewoon zo killen. Gelukkig. Want anders hadden we echt een probleem gehad. En daar loopt er nog één. Die moeten we ook maar op deze manier killen. Want dat gaat ook gewoon werken. If someone's there, let me out and fight me. Haha, hey, dit is gewoon lucky voor mij. Omdat we nu al best wel wat lui hebben bevrijd. En we hebben ook al best wel wat mensen gekild, dus er kan nu niet in één keer nog een heel leger komen. Dat kan gewoon niet, want de driekwart is al dood. Of de driekwart dood is, de mensen die dood zijn, die komen niet nog een keer terug, mag ik hopen. Want anders dan wordt het wel heel erg lastig. Nou, dat denk ik ook, ja. Bayek, is dat jou? Get me out of here. Worms, take you. Ja, ook irritant, zeg. Wat zijn deze allemaal irritant? Moet dat nou allemaal zo moeilijk? En die gaat er ook gewoon aan, want die stelt natuurlijk ook geen reet voor. Eigenlijk is dat logisch.
Dat zo iemand helemaal geen ruk voorstelt, want hij heeft een boog. En een zwaard trouwens, dus heeft hij ook gewoon. Het is ook een beetje een sukkel dat hij niet zijn wapens gebruikt. Ik weet niets. Gevangenen bevrijden. Thanks be to Amun, you came along by you. Hide by team. By the grace of Amun. That's what I said. Misschien 500 XP of zo hebben we weer gekregen. Dan zijn we alweer voor de helft level up. Moeten we nou die andere quest maar weer doen? Hier dan maar over gaan of niet? Ik weet niet. Aan de ene kant denk ik na. What has become of the priest I questioned? We're not fast. Where can have you? You play to your strengths. Kijk, aan de ene kant denk ik dat we hem nu eerst killen. Dan kunnen we nu gewoon onze focus op hem gooien. Hè? Dat scheelt wel weer een hele hoop power, denk ik. Denk, en vooral hoop ik, want ja. Dat we niet zo heel grappig vinden als we nu ook nog verliezen vallen. Ah, nu verliezen we ook echt niet meer vallen hoor. Nu al helemaal niet, want we gooien zo'n ding en... Bitch, we got you, bitch. Oké, nu ben ik wel een beetje happy, want nu voel ik mezelf vet goed. Omdat we eindelijk die kerel vermoord hebben. Vet moeite gehad om hem te vermoorden. En ja, dan, als het dan lukt, dan voelt het extra goed, weet je. Dat heb ik tenminste, vaak. En nu ook, want nu ben ik gewoon blij. Nu denk ik, yeah, we did it, motherfucker. Yo. You have returned. To right your wrong. I die, my work unfinished. So close, so very close to ushering in the perpetual rule of the strong and virtuous. Watch you! Walter, give us the power of the gods! What is one boy? What is one boy? Papa? Nou, één jongen kan voor iemand heel veel zijn, hè? Dat hangt er net vanaf wie die jongen is. So close. Hey, one more. Okay. Hey. Well, I can try. This way, I'll get two. Sure. Well. Up. Strong. Ready? Yes. Oh, you made me miss, you. Remu, come here. I found a Heineken. A real one? Yes. Ah, go ahead. You're gonna love it. There's like 16 hyenas, and they're so dark and scary. Well, you know what? I'd rather go hunt with my papa. You always get too scared. Hey. Hey, hey. Let's go on a real hunt, huh? All right. Come. What are we hunting? The Oracle wants the pelt of an ibex stag for the ceremony. You will stand next to the pharaoh, won't you, Bai? You're the Magi. When I'm Magi, I'll stand next to the pharaoh. You'll never be Magi. You're too scared. That's not true. What about the hyena kid? Shut up. Enough, you two. The sand is so hot on my feet. Sometimes they light on fire. It makes you faster. I want my feet to light on fire. It is up ahead. Can I come? Your mother's waiting for you. All right. See you at the ceremony, Hamu. Bye, Chanzura. Kijken. We want the pack leader. Which one is he? Big, with giant horns. Quiet now. Do what I do. Hey, this is my favorite part. Stay low. They will spot us unless we become like Amun, the god of hiddenness. Yes, Papa. We are the hidden ones.
did you hurt him? A clean shot to the heart. Hardly hurt at all. Let us get that belt. Ja, nou dit hebben we wel weer netjes gedaan, toch? Nee, ik vind dat we dit heel netjes gedaan hebben. We'll take this to the Oracle before it gets dark. One day, I want to shoot an arrow through the sun. You can. Your arrow will have to become sender. Imagine, all my arrows are senders. Then I'll be able to hunt anything. Ja, misschien wel inderdaad, like of zo. The Pharaoh up close. Yeah. What if you stand with me by his side? Can I do that? As my son and the future Magi, yes. Papa, what is a Magi really? The first Magi was a protector of the Pharaoh. But now, it means you must protect all the people of Egypt. Not just protect them, but work for their well-being. Nou, dat is op zich wel een heel mooi, nobel doel. Oh, ik vergeet mijn zoon. Jezus, ik vergeet Kemo. Kemo, are you coming to me? Nou, dan moeten we maar even wachten. Ik ben wel benieuwd hoe het nu verder gaat, hoor. Want ja, wat gaat die jongen nou doen? We hadden net iemand vermoord. En die werd ook in een keer in die soort van dood betrokken. Ik beetje vaag eigenlijk, hè. Maar we moeten eerst even wachten totdat Kemo hier komt. En dan gaan we verder natuurlijk lopen. Maar we moeten per se wachten, want dan staat er niet meer waar we naartoe moeten lopen. En dat betekent waarschijnlijk dat we gewoon te ver gelopen hebben al. Ik hoop wel dat we al die spullen ook krijgen. Oh, Fuffle, I'm so excited to be Magi one day. You know all the secrets of Siwa. What if I never grow up to be a Magi? Of course you will. You are my son. But I get scared. I try to be brave. But sometimes it's hard. Hold on. Let's go this way. When I was about your age, sometimes I got scared too. Your grandfather was a well-known Magi, and he wanted me to bring honor to the family when I succeeded him. Yeah? One day, he took me up this way. At the top, he said something to me. A single word. It changed me. One word? I got over my fear. I knew I could do anything I needed to. What did he say? I will tell you once we are there. Ik ben benieuwd waar hij nu gaat komen dan. I tell you once we are there. Ik ben benieuwd wat dat woord zal zijn. Ik denk niet dat het een heel spannend woord zal zijn. Ik denk dat het jump gaat zijn, als ik dit zo zie. Oh. What word did your father say? Jump. Ja, ik wist het. Het moest gewoon zo zijn. Don't think so long. Jump. Yes, papa. Kom op, jongen, spring. You can't. I do. I will. Jump then. Come back. You're not ready. I can do it, Papa. I can. Shut up, you filthy little shit. Help! Help me! That's Chanjira. I said shut up. Run home to your mother. Chanjira will be fine. I will take care of it. Magi Bayek! Go. Now. I'm scared. I don't want to go home alone. Oh, Emu, just do what I say. Please. Go! Ja, jongen. Soms moet je dingen doen, ook al ben je bang, hè? Magi Bayek! I'm indeed Magi here. Who summons me? Sheath your weapon and follow me. You said you only wanted to talk to him. Holy fuck, confronteerde soldaten. Come. Who are you to give commands to me? You piece of shit. We don't have time to piss away. I can hit him. Dit is wel heel lastig allemaal, hoor. Okay. Nou, dit moest waarschijnlijk ook gewoon gebeuren. Want... ja, ik wist dat dit moest gewoon gebeuren.
Daarom konden we ook niet van deze soldaten winnen. Ik weet het nu eigenlijk. Ik snap het. Het is gewoon helemaal logisch en duidelijk. En it's clear to me right now, bitch. It's clear to me. Laden. Oké, we moeten even laden. Ik ben bang, joh. Nu gaat die zoon waarschijnlijk iets krijgen. Want anders dan kan het niet anders. Het slaat helemaal nergens op anders. Want we zitten een jaar terug. En waarschijnlijk gaat hij dan vette wraak zoeken of zo. Ik denk het. I'm not sure, though. Maar dat lijkt me wel een sterk verhaal. Kijk eens wie we daar hebben. Ook zo'n eng gemaskerde kerel. Geef een kick en je sterft. Oké. Want to be seen, sir. Kept to the shadows. Yes. Nou ja, dan moeten we maar, hè. Ik ben benieuwd. Volg de gemaskerde man. Ja, we hebben ook niet echt een keuze. Ja, we kunnen stil gaan staan. We kunnen stil gaan staan. Zet hem de gek afsteken. Dacht het niet, bitch. Oké, ik loop wel, want anders gaan we toch niet verder met het verhaal. We zullen wel moeten. We moeten luisteren naar die Pipo. Alhoewel vind ik het niet leuk om naar hem te moeten luisteren. You have joined us, Medjai. Dat je ons gejoind bent. Het is van grote belang dat we gain access to the vault. The temple priests stubbornly refuse to assist us. Ja. We are perhaps reluctant out of loyalty to the oracle. We have someone to help convince you otherwise. Echt? Godsamme, wie dan? Ik ben wel echt benieuwd op dit moment, hoor. Ik kan het me niet voorstellen. Come along. Wie zouden hun nou hebben dan? Come along, bitch. We will follow you. Yes, boss. We will follow you. We hebben ook gewoon echt geen ene keuze meer, hè. Niks meer vrij wil. Dat is die zoon weer, of niet? Oh my gosh. Ze hebben die zoon. Dat is niet cool. Dit is niet goed. That no one comes in. Okemu, are you hot? Go ahead, try it your way. I'll leave my son out of this! Your son has something to explain to you. Would the Ibis show him the orb? We believe we need this to enter the vault. This is a waste of time! The boy is frightened, it's all right. Ja, dat is toch logisch? We need you to tell them about the vault. They need to know how to use this. As measure, you must have some clue of your legend that explains its use. I don't know anything about this vault! Please leave my son out of this! The Pharaoh has been aroused. He insists. He will be discovered. Quickly! Wat samen, wat een vervelende lui hier allemaal. Talk to your son. If the vault isn't open when we return. You'll never see him again. Papa! I did what you said, but... It's all right, son. No? Papa, I can get it to you. But no! Come on, don't! They're going to hurt us. Dit is wel spannend, hoor. Out of time. Tell us. I don't know. We must go now. I will cut the heart from the boy. No, wait. He will never know the afterlife. No. I will tell you. He's for time. Oh my gosh. Holy fuck. Kill that bitch! The snake takes that as your answer. Oh my gosh. No! No! Help! Hij heeft zijn eigen zoon vermoord door... Nu snap ik waarom hij zo boos is. Ik zou ook echt pissig zijn. Tering! Oh my gosh. Oké, ik wil nu ook gewoon wraken van die motherfuckers, hoor. We thought you were dead. You
You could not even save your own son. You are no one. My egg of nothing. Father to nobody! And here is your nobody! Oh, ja, man, ik snap het! Klap die kerel, sla hem op zijn kop, gewoon een klootzak. Ik greet you. The Lord of the Duat awaits. Requiesta, Camp Hatche, of iets met iets in de richting, dat zijn Edge wat uit. Maar dit klinkt ook wel leuk. Op naar Duat en op Sodom, iedereen. Hè? Tjonge, joh. Nu snap ik waarom die Bayek zo'n boze kerel is. Nou, boze kerel. Hij is wel heel erg behulpzaam, maar hij is ook een beetje boos, hè? En nu snap ik waarom. Dan is het wel fucking vet om met die grote two-handed wapen iedereen kapot te slaan, hè? Dat is wel leuk. Aan de andere kant... Oh, ik krijg nog een filmpje. Ik zag mijn mond wel weer even houden. Well done, my friend. Our hero returns. You brought joy to Siwa. I should get to Alexandria. I need to see Aya. Don't be in too much of a hurry. Siwa will always need its Magi. But you are the protector here now. I'm always pleased to help. Come see me when you are certain you are ready to go. We will drink beers to our friendship, huh? Nou, voor mij zijn we wel klaar om te gaan, want we hebben ook vraagtekens zo gedaan. Dus ik denk niet dat we hier nog terug hoeven te komen. Ja, als je klaar bent om te gaan, maar kijk, als je alle vraagtekentjes en zo gedaan hebt, dan denk ik dat we wel klaar zijn om te gaan. Tenminste, ik zie er geen vraag. Maar er is hier nog één. Oh my gosh. Gaan we die nog doen? Nou, want dat vind ik een beetje te ver veel van een goeie. En als we die nog een keer echt heel graag willen doen, dan doen we die wel een andere keer. Maar ik ga hier niet nog helemaal heen lopen. Dat vind ik echt heel veel van het goeie. Dus ik ga even met die kerel praten en dan vind ik het allemaal wel mooi geweest weer. Be sure you are ready before you go. En je kan later terugkomen. Nou, dan vind ik het helemaal goed. Als je later terug kan komen, dan is het goed. There are others to whom I must deliver justice. Especially the one known as the Snake. How will you find these men? Aya has been tracking them in Alexandria. I must find her. She said she would be visiting her cousin at the Great Library. Great Library? And she said if you are coming to tell you one word. Serapis. Serapis? The god that Greeks and Egyptians share. Of course, I see. And Baek. Do something about that beard. Goodbye, my friend. Dit was wel een bruut begin, hoor. Nu snap ik wel waarom die kerel zo boos is. Dat is logisch. Dat is echt gewoon helemaal logisch. Ik vind dat ook gewoon terecht ook. Ik denk dat iedereen zo boos zou zijn dan, toch? Of niet? Layla, you need a refill on cyclosporin. Stat. Layla, wakey wakey. Wakey wakey. We moeten weer wakker worden. Don't make me come down there. Oh, nou ja, dan moeten we maar weer wakker worden. Layla! Come on back. Layla, are you with me? Habibti. I told you not to call me that. Thing is, the fastest way to get your attention is to piss you off. I'm paying attention. Okay, you need to take a break. The Animus is rejecting you. I'm fine. Yes, but your kidneys aren't. Go add more cyclosporin before they shut down. Yes, Nurse Geary. That's Medical Officer Geary to you. So? How did it go? My mods are holding. Subject's memories are perfectly clear. If this doesn't convince Abstergo to give me a place on the Animus Project, nothing will. Amazing! Who do you have in there? His name is Bayek of Siwa. The death of his son turned him into a killer. Think you'd be of interest, Abstergo? Don't start. You know, they're not gonna be happy with how he handled this assignment. They know I don't work by the book. Well, this time you lit the book on fire and then stomped on it. Anyway, none of this will matter if you're comatose. Now go get that cyclosporin.
Ja, baas. Oh, wacht. Is dit Got the cyclosporin. 2cc should do it. Don't forget the alcohol wipe. Ja, dat doen we dan. I wish I was there to help. You do a good job looking after me. Even from the hotel. And I know how you like your aircon. Ja, dan gaan we wel weer terug de animus in. This is so badass. This is so badass. Wel makkelijk dat ook gewoon die ondertiteling eronder zit. Dat maakt het leven gewoon echt heel makkelijk. Deze vrouw is wel fanatiek hoor. Eventjes snel dat medicijntje pakken en we gaan weer verder. We gaan weer verder aan het werk, want ik heb er zoveel zin in. Eigenlijk heb ik niet zo heel veel zin meer. Nou ja, tenminste, ik heb nog wel zin om door te gaan. Ik zou zo nog wel een paar uur kunnen spelen, maar dat gaan we niet doen. Want ik denk dat we de aflevering weer gaan afsluiten. Of tenminste, we gaan het een einde aanbreiden, want dat is gewoon... De tijd is daar gewoon weer rijp voor. En ik denk dat dat ook best wel een heel goed idee is. Want ja, waarom ook niet, weet je. Ik vind het gewoon best wel weer een goed idee. En dan... Moet je dat gewoon even doen? Ja, ja, eigenlijk wel. Moeten we dat gewoon even doen? Ja, we moeten gewoon weer een einde eraan bij. Alleen, gaan we eerst even genieten van Assassin's Creed Origins. Woo! It's wonderful, it's fucking great, it's cool. En het is echt heel vet. Oh, en Siwa. Siwa gaat met mij mee, of niet? Ja, Siwa die gaat met mij mee, want die is ook heel fanatiek. Siwa is zo fanatiek, het is asociaal. Of niet Siwa, maar Senu. Senu en Bayer are... fucking great, and we are ready to rumble. Yes, we are ready to rumble. En nu gaan we. Moeten we nog een klein stukje doen of zo? Misschien een kleine vraagteken of zo, maar. I don't know. In hoeverre. Oh, de wereldkaart is niet beschikbaar. Oh my gosh, de wereldkaart is niet beschikbaar. Dat is wel echt lastig, natuurlijk. Oké, dus daar dat we hier wel iets te doen hebben. I must protect this great land. Alexandria is where the snake thrives, and Aya lives. I must find them both. Nou, ik ga deze vraag. Hoe is het beschikbaar? Ja, nee, dat hoeft niet voor mij. Best not to draw attention here. Oh, ik zag hier een vraagteken, toch of niet? Necropolis bandieten schuilplaats. Nou, dat klinkt ook wel heel gezellig, hè? Oh, dit was niet zo heel slim om zo helemaal naar beneden. Godsamme, nou dat is een goede. Dit is wel echt gewoon meteen de beste begin die we kunnen hebben, of niet? Jongen. Ah, sociaal. Ik moet gewoon net even iets meer. Ik denk hoe meer we gaan sneaken, hoe makkelijker het leven gewoon wordt. Maar dat is nu heel lastig, want. Hoe ga je sneaken als je zo aankomt lopen? Dat werkt niet. Tenminste, naar mijn mening werkt dat niet helemaal. Godsamme, wat is dit lastig. Nou, dit ging ook niet goed. Nee, dit hebben jullie allemaal niet gezien hoor. Jongen, jongen, wat een waardeloze kutzooi. Word een superheld? Nee, ik hoef geen superheld te worden. Ik wil deze lui killen. Alleen dat het maar moeilijk zat. Slaan we zo snel mogelijk neer, inderdaad. Ja, they will attack on site here. Ja, maar ja, dat mag toch, of niet? Of mag dat niet? Gek dat ik het niet erg vind dat ze on site attacken. Zijn wij toch eigenlijk een rotzooi geweest wat ze allemaal wel en niet doen? Het enige wat ik wel leuk zou vinden is... dat we die keer ook in één keer neermappen. Nou, dat lukt ook. Dan zijn er nog drie mensen over. Nou, dat maakt het leven ook wel een stuk makkelijker natuurlijk. Maar heeft hij ons een soort van gezien, maar ja, die mem hebben we ook gewoon neer. En dan zijn er nu nog twee over. Maar als wij nu in één keer dit doen, dan staan ze allebei in de fik. Nou, en ze zijn ook gewoon allebei meteen dood. Nou, dat maakt het leven wel heel makkelijk. Dan moeten we alleen die schat nog zien te vinden. Dat is ook wel belangrijk, want ja, ik wil die schat natuurlijk ook gewoon hebben.
Hebben we dan hier naar binnen te moeten? Ik ben bang dat we dan ook op 1 moeten drukken, want dat is wel makkelijk misschien. Ja, zo kun je alles veel makkelijker vinden. Soort van. We hebben de schat gehaald en we hebben opgeslagen. Dus ik denk dat we nu wel weer echt genoeg gedaan hebben. Ik ga de aflevering nu wel echt afsluiten, want anders gaat het echt weer veel te lang duren. Want er zijn hier werkelijk qua asociaal veel dingen nog te doen. Oh, we moesten trouwens naar Alexandria, hè? Als dit al 600 meter is, dan weet ik het ook niet, hoor. Kijk, dan moeten we dus hierheen reizen. Maar hier is nog allemaal dingen te doen. En daar is nog zo'n snelreispunt waar we moeten gaan unlocken. En daar is ook nog een vraagteken. Dus ik zie nu al meer dan genoeg shit. En dat betekent gewoon dat er nog wel meer dan genoeg shit te doen is. Dit is van 9 tot 12. Dus we moeten hier eerst waarschijnlijk nog even wat XP fixen. Want anders dan wordt het ook zo hoofdpijn. Voor nu bedankt voor het kijken. Tot de volgende aflevering. En ik zeg laters.